Het is wisselvallig en koud lenteweer. Daar lijkt overigens wel wat verandering in te komen. We gaan het bekijken in de 30-daagse weersverwachting. Op dit moment is het zo dat lage drukgebieden aan zet zijn in grote delen van Europa. Ze trekken vanaf de oceaan via de Britse eilanden naar Scandinavië. En in onze omgeving zorgen ze voor wisselvallig weer. Dagelijks buien, soms flink wat neerslag, vooral in het binnenland. Een stuk rustiger is het in het zuidwesten van Europa, in Spanje en Portugal. Daar is het ook duidelijk warmer. Ook warm is het in het uiterste oosten, boven Rusland. Maar grote delen van Europa hebben op dit moment met vrij koud weer te maken door de invloed van die lage drukgebieden. Daar lijkt geleidelijk aan wel wat verandering in te komen. Want als we kijken naar de luchtdrukafwijking voor de laatste meiweek, dan zien we opeens een afwijking voorzichtig in de plus. Ik moet er gelijk bij zeggen, dit is een gemiddelde van diverse berekeningen. Het is dus niet één berekening, nee, het is een gemiddelde. Maar we zien dus dat de invloed van lage drukgebieden gaat afnemen. En dat zien we ook voorzichtig terugkomen in de pluimgrafieken. Maar dan met name als we kijken naar de neerslag. Want ook in de laatste week van mei is het nog steeds aan de koude kant. In niet alleen Nederland, maar ook de omringende landen ligt de temperatuur op een vrij laag niveau voor mei. We sluiten de meimaand dus koud af en ook de weerkundige lente lijkt vrij koud in de boeken te gaan. Bij dat alles dus vrij gematigde temperaturen voorlopig. Dat zien we dus duidelijk in die pluimgrafiek terugkomen. Ook na Pinksteren blijven de temperaturen 's middags op slechts een graad of 15, 16 uitkomen, terwijl zo'n 18 of 19 graden tegen die tijd normaal is. We zien heel voorzichtig wel wat stijging, maar het is niet echt overtuigend. Wat we wel heel overtuigend zien, is dat het ten eerste instantie behoorlijk wisselvallig is in onze omgeving, ook tijdens het Pinksterweekend. Maar daarna, ja, dan neemt de neerslagkans duidelijk af. En dat heeft dus te maken met de aanwezigheid van wat meer uitlopers van een Azoren hoge drukgebied. Nou, die uitlopers lijken er in de eerste en tweede week van juni ook te zijn. Hoge druk in de buurt van de Azoren weet af en toe zich uit te breiden tot over onze omgeving. Het is allemaal maar tijdelijk, maar het zorgt er wel voor dat gemiddeld genomen de luchtdruk net wat hoger is en de invloed van lage drukgebieden wat beperkt wordt. Niet tot een minimum, maar beperkt. En dat zorgt ervoor dat de temperaturen vrij normaal zijn. Met zo'n uitlopen van hoge druk blijft de wind toch nog regelmatig vanaf de Noordzee waaien. Dus echt warm wordt het niet. Slechts heel af en toe weet de warmte die ten zuiden van ons duidelijk aan het opbouwen is, even door te dringen tot onze omgeving. Dus ja, de eerste 2 weken van juni zitten er best wel een paar mooie dagen tussen, met misschien zo'n 25 graden. Maar die dagen kunnen we op 1 hand tellen. Veel vaker is het relatief rustig, maar wel wat killetjes, want dit is dus een gemiddelde. Gemiddeld komen we vrij normaal uit. Nou, als we dat allemaal op een hoop gooien, dan kunnen we dus inderdaad zien dat de eerste week waar we ons nu in bevinden koud en wisselvallig verloopt. Maar die temperatuur gaat langzaam wat herstellen en ook de neerslagkansen nemen duidelijk af. Het blijft wat wisselvallig de komende tijd, maar minder wisselvallig als wat we nu zien. Af en toe zitten er een paar mooie dagen tussen en dan even later, dan steekt er toch weer een wat kille westenwind op en valt er af en toe wat regen. Dat mooie zomerweer wat we bijvoorbeeld vorig jaar hebben gezien in het lente- en zomerseizoen, ja, dat zit er op de 30-daagse periode in ieder geval niet aan te komen. We moeten ons tevreden stellen met een enkele mooie zomerdag. Tot volgende keer.